Sfeer. En ik ben zeer tevreden dat ik hier vanavond ben. En mijn aanwezigheid hier vanavond, dat is een signaal als eerste minister. Een signaal voor een vorm van respect voor de emancipatie van de homogemeenschap. En we hebben het over vele onderwerpen gehad wat nog duidelijk aangekaart moet worden in de overheid. Wat vindt u een belangrijk onderwerp wat u de komende jaren nog wilt aankaarten? Ja, ik stel vast dat in België de laatste jaren, we hebben veel vooruitgang geboet voor de gelijke kansen, voor de gelijke rechten. Maar ik ben ook bewust dat dagelijks, dat is niet altijd evident voor sommige mensen die homo's zijn. En dus we moeten permanent aandachtig blijven. En we moeten permanent de mensen overtuigen dat de gelijke kansen, de gelijke rechten, dat is evident, dat is belangrijk. En dat is zeer cruciaal dat te verdedigen.